luikjes. Vandaag ga ik kiezen voor het ruime sop. Ik ga mijn horizon iets verbreden en ik ga vandaag voor het eerst door de sluizen. Ga ik een beetje langs de ga ik een beetje langs de eilandjes varen. En dan kan ik daar even lekker zonnen. Het is heerlijk weer voor. Dan kan ik even lekker helemaal bloot, hè? Hallo, hi. Eens even kijken hoor. Oh ja, ik dacht dat dat de pijn op was voordat we het ruime sop zouden betreden. Dat zou vreselijk zijn. Oh, kijk, kijk, kijk. De haven. De sluis nadert. Ik ga de sluiswachter even bellen. Zo, sluiswachter. Ik zie even anders. Dag 25, goedemorgen. Goedemorgen. Zeg, ik wilde graag door het sluisje. Gaat ruime sop op vandaag? Die haveneiland bedoelt u? Ja, haveneiland. Nee. Ja. Zitten we op haven? Ja, de hoofdsluis. Gewoon om het haventje uit te kunnen komen. Ja, naar het ruime sop. Andere nummer te bellen. Wij bedienen die haveneiland niet. Wij bedienen alleen de steigereiland. Wat moet ik dan doen nu? Staat er dan geen nummer daar? En anders kan ik u uiteraard doorgeven. Kunt u mij niet gewoon rechtstreeks doorverbinden? Waar zit dat andere kantoortje? Nee, dat kan niet. Maar als u haven wil, dan kan ik u alleen telefoonnummer geven waarin u kan bellen. Dus 020. En dan 608. 608. 79. 98. Oké, succes. Zat even, ja. Oké, dag. Welkom bij Wageningen. Goedemiddag. Wageningen. Hallo? 1 voor Nederland, maar 2 voor English. Voel het 5-cijferige nummer in dat gebouw staat op de poort voor de sluis. Op wat van de sluis? Zou ik u wat mogen vragen? Weet u iets van een code? Ja, ik probeer het nogmaals, maar u antwoordt helemaal niet. Een code op de zijkant? Hallo, weet u misschien de code? Nou, voor de sluis, jongeman. Ik wil gewoon door de sluis. Ik wil naar buiten. Ik wil naar het ruime sop. Voel ik 5-cijferige nummer in dat vermeld staat voor de sluis. 5-cijferige nummer dat vermeld staat op de pier van... Oh, ik zie een nummer. 0... 2, 3, het staat op rood. Nogmaals. Ik heb toch, het is dichterbij, ik kan niet goed lezen. Geen goede info, ik heb mijn bril toch ook niet. Ik zet er 1, 0, 1, dat doe ik toch nu? Patjantoja staat op rood, ik durf hier niet meer doorheen. Ik rook helemaal niet. 1, 2, 3. We zijn er door! We zijn geaccepteerd! Dan ga ik niet meer door. Zie, jij gaat gewoon dicht zijn voor zijn tussenlicht. Code is reeds 33 minuten en 45 seconden geaccepteerd. Ik ga Ricardo bellen en dan gaan we samen met de Jack. Met jou. En dan binnen we gewoon een bootje achter de Jaguar aan. En dan ben ik ook nog gewoon buiten. En dan ga ik gewoon in Bloemendaal bloot. Kan mij het schelen. Ik zou zeggen, James, volle kracht vooruit. We gaan weg. Weet je nog, James? Die tijd dat ik gewoon mijn t-shirt omhoog deed en gewoon door kon gaan. Dan kun je thuis mijn voetjes even maken.